Yo, kijkers van Watchtracker, welkom bij een nieuwe aflevering van The Legend of Zelda. En in de vorige aflevering hebben wij een heel stuk gereisd, zoals jullie kunnen zien. Helemaal vanaf de andere kant van die berg. Je kan hem heel nauw zien, dat blauwe puntje daar. Helemaal hier naar de berg toe. En we zijn nu bij de Wasteland Watchtower, zoals jullie kunnen zien. En daar willen we dus even naartoe. Hoe gaan we dat doen? We gaan even hier naar beneden. En we moeten eigenlijk hiervoor, moeten wij even een ability pakken. Dat is deze, de Crynonis. En dan gaan we eventjes proberen hier over het water te komen met ijs. Want ja, dit is natuurlijk een vieze put met alleen maar... hoe kan je het zien? Oh, fuck. Kijk, dit gebeurt er dan als je dus invalt. En je krijgt een hartje eraf, dus dat moeten we nou niet meer hebben. Dus we moeten het even veilig doen, alsjeblieft. Kom op. Ja. Alsjeblieft, dankjewel. Misschien moeten we trouwens eerst even wat eten voordat we doodgaan, misschien. Nou, we hebben nog wel wat zat appeltjes. Ik ga even eten. Lekker wat appeltjes in de baak. Even lekker groente eten, toch? En zo. En we gaan gewoon zo naar de overkant. Even hennigen. Ja. Ik ben trouwens heel slecht hierin om hiermee over water te gaan. Ik heb het al een aantal keer gebruikt. Maar zoals je ziet, het is best nog wel lastig om dit zo op te sturen. En ja. Nou moet je gewoon hopen. Wat? What the fuck? Ik zat erop. Hoe is dit mogelijk? Nou, maar kijk. Anders waren we nu dus dood geweest. Dat hadden we ons niet kunnen voorloven. Dus we gaan gewoon even naar dat eilandje. Zo. Zo. Ik weet niet of het nou het wel gaat lukken. Kijk, we moeten dus echt jumpen. Dit is echt lastig trouwens, man. Hoe kan je het perfect coördineren, denk je dan? Ik zou het niet weten. Zo. Nou, we moeten dus hier naar boven. Lekker bezig, Link. Met je mooie chub. We moeten hem best wel dichtbij plaatsen, anders gebeurt er dus wat er net gebeurde. Zo. Dankjewel. En de volgende. Ja. En nog eentje. Ja, en laten we er maar nog eentje doen, denk ik. Eentje doen, zo. Ja. Ah, fuck it. Nu gaat het wel goed komen. Ja, we zijn er. Maar nu komt het lastigste, want we moeten helemaal naar boven toe. En ik weet niet of we dat gaan redden zo. Nou, we gaan het proberen. Anders vallen we naar beneden en dan so be it. Ik ben er bang voor dat we het misschien nog wel eens kunnen gaan redden. Maar misschien ook niet. En anders dan laten we ons vallen en dan vallen we onszelf even op. Maar, ja, ik zit nu op de helft. Ik heb de helft van de stamina gebruikt. Dit is echt lastig, dit klimmodel. Want je moet echt precies weten of het gaat lukken. Nou, ik weet het niet. Het is echt wel tikkie aan. Ja. Ik denk dat het ons net niet gaat lukken, jongens. Kijk. Helaas. Eén valt naar beneden. Dat is dus even kut. We moeten dus net... Oh, we zijn wel weer hier. We moeten dus eigenlijk die stenen gaan beklimmen. En hoe gaan we dat doen? We moeten dan even hier naartoe. Zo. Ja. En dan kijken of we vanaf deze steen... Zo. Dat we erop kunnen komen. Ja, alsjeblieft. Zo. Ik weet niet of het ons gaat lukken. Ik hoop het wel. Ja, oh, gelukkig. Nou komen we echt een heel eind. Sterker nog, ik denk dat we dit nog een stuk sneller kunnen doen. Zo. En zo. Nou, gaan we hier even bij komen. En dan gaan we hier zo lekker naar boven. Ja, kijk, dit moet lukken, jongens. Dit gaat lukken. Nu gaat het ons in één keer lukken. Of in ieder geval niet in één keer, maar wel in een paar keer. Maar we zijn verder dan dat we al waren. Want dit is gewoon een lastige toren zo te zien, man. Kijk, al dat ijs... Maar nou hebben we straks in ieder geval vision van wat we willen zien. Kijk, oh mooi. We zitten gewoon nou op het reststukje. En dit is al eigenlijk, dit was mijn angst om hier niet naar boven te kunnen komen. Maar volgens mij kunnen we het nou wel in 2 keer nog halen. Ik denk, of nou, als we hier nou gewoon rusten, dan zitten we dus op de goede plek. En kijk jongens, wat een uitzicht over deze wastelands. Zo, nou, gaan we even hier even let go doen. En dan kunnen we hier mooi naar boven klimmen. Ja toch, ja. Kijk eens aan.
Dan hebben ze straks gewoon een nieuwe toren erbij. Oh, dan ben ik blij als we die toren erbij hebben. Nou, even hier. Dat is nu nog oranje, hè. Het is hier nou gewoon echt een vreemd gebied geworden. Zo, nice. Snel hem activeren. Wat mogelijk mag ook wel, denk ik. Hé? Ja, laten we dat maar doen, hè. Chica Tower activated. Wauw. Plim, 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 plim. Ik ben wel benieuwd welk beest we hier tegenkomen in dit gebied. Of dat dit gewoon een neutraal gebied is, net zoals Carrico Village. Maar ja, we gaan altijd eerst van oost, west, thuis, best. Scanning area. Wow, 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 wow. Hé, hey, daarachter zijn er ook nog een paar trouwens. Is dat ten zuiden van de waar we starten, zeg maar? Ik weet niet eens. Nou, kijk, nu laat dit gebied in. Dit is best wel groot nog. Holy shit. Is dit nog een heel gebied? Holy shit. Oké. Ik wist niet dat dit nog een heel gebied was, to be honest. Ik dacht van, hey, het houdt hier zo op. Oh nee, tot dan hier. Gerudo. Laten we hier eens gaan kijken trouwens. We kunnen hier langs. De Great Cliffs. Hier zit wat, volgens mij. En hier ook nog. Oeh, we're gonna explore the south, boys. Kijk, dit is dus een heel punt waar we gewoon niks kunnen doen. En we willen eigenlijk... Zullen we daar naartoe gaan? Ik weet niet of dat handig is. Dit is het... Wat is het noorden in de map? Daar is het noorden. We moeten sowieso die kant op. Laten we gewoon daar naartoe vliegen. En let's go. Oké, we zien hier een soort van brug. En daarachter zijn eigenlijk dus die steden waar we naartoe willen. En daar is de mooie olifant. Want het mooie olifantje. Hé, hey, kijk. Oh, dat is een standbeeld. Oeh, eigenlijk wil ik daar ook wel kijken. Zullen we daar naartoe gaan? Ik denk dat... Ja, of zullen we hier... Zullen we eerst hier gaan kijken? Ik denk dat het wel verstandig is om een beetje te upgraden en te levelen. En ondertussen kunnen we dan straks daar wel naartoe. Vanaf dat punt van de berg. Oh, hier beneden zit trouwens ook nog een dungeon. Ja, dit, hier moeten we naartoe. Fuck it. We kunnen hier zo wel even landen, denk ik. Shrine nearby. Kijk, moet je opletten, hè. Moet je opletten. Dit wordt leuk. Oh, nee. Trouwens, dit is niet zo leuk. En we vallen naar beneden. Goed. Oh, nee. Fuck. Oh, we hadden nog een veetje, gelukkig. Hey, nice. Hier is een soort van... Oeh, nice. Wacht even. Kunnen we die trouwens ook met bommen kapot maken? Dat zou wel vele malen chiller zijn. Ja. Oh. Een iron sledgehammer. En flint. Flint erbij. Oké, prima. Prima. Oh, daar gaat amber. Of is dat een ruby? Dat is een ruby. En rock salt. Of amber. En rock salt. Nice. Jij mag ook nog even kapot. En daar zit in. En ja, een lekkere palmfruit, hè. Oké. Dan zitten we bij de Kaino Shrine. Weer een nieuwe shrine erbij. Moeten we eigenlijk ook hebben. Skippen we weer. Oké. Nou, shrines met elke aflevering. Ik denk dat dat wel leuk is. Het zijn altijd toch wel eventjes de puzzeltjes die toch niemand meer begrijpt. En ja, eigenlijk straks wel weer, hè. Want dan, als jullie bij mij kijken, dan kunnen jullie alle shrines straks gaan halen. Dan zijn jullie fucking sterk. Oké, even skippen. Oh, fijn dit. Oh, wacht. Ja, what the fuck. Ik wil die. Oké, activate. Ja. En jij moet hier als energiebal. Moet jij hierop, denk ik. Ja, en dan gaat de deur open. Oké. Energy balls. Die gaan we dus zoeken. En denk ik de volgende deur ermee openmaken. Maar zitten hier monsters? Oké, nu komt het leuke, denk ik. Ja, we moeten weer met zo'n beest gaan vechten. Even niet doen. Oké. Ik ben er klaar voor, man. Oh, wat? Huh? Lol, hij ging in één keer dood. Ah, leuk. Oh, wat leuk. Kunnen we jou pakken? Ja, toch? Hij zit vast. Hoe de fuck zit je vast? Oké, wacht even. We hebben nou weer eindelijk pijlen erbij. Zo, denk ik. Ja! Kunnen we hem gewoon pakken? Ja, dit is wat chiller trouwens. Hey, we kunnen ook de pijl weer pakken. Oké, throw. Ik wil die pijl, G. Ik wil die pijl.
Nice. Nou komen we er wel. Kunnen we rennen? Nee, we kunnen niet rennen. We moeten lopen met die bal. What the fuck, jongen? Wacht, we kunnen gewoon dit ook doen, hè? Laten we dat gewoon doen. Zo, chiller. Vele malen chiller dan lopen, jongen. Waarom zou je eigenlijk nog lopen met een object als je een magneet hebt? Waarom ben ik zo dom om dat gewoon niet te doen? Oké, nu gaat deze aan. Hey, een kist. En die willen we wel graag. Loodjes. Wat zit erin? Pijltjes, alsjeblieft, pijltjes. Een small key. Oh, nou. Lol, er zitten dus ook nog sleutels in deze game. Ik dacht dat we daar wel weer voorbij waren. Maar blijkbaar is The Legend of Zelda nog steeds gebaseerd op goede keys. Oké. Hier hebben we een slot op de deur. Hallo. En de deur gaat open. Oh, nee. Ja, hallo. Ik toch gewoon één keer. Bam. En hij dropt een Guardian Sword. Een Ancient... Shaft. Oeh. Wat moeten we hiermee doen trouwens? Kunnen we die pakken? Wat moeten we hiermee doen trouwens? Oh. Ja, dit is vreemd. Oh, misschien moeten we hem precies zoals zoals die hier staat staan. Want die zijn gewoon goed. Oh, wacht. We moeten hem in verbinding brengen, denk ik. Als die nou is... Zo. Of de een of andere manier, denk ik. Hoe werkt dit? Niet zo. Oh, wow. Elektriciteit. Ik ben dood. Of niet? Hé, hij werkt. Maar ik ben wel dood. Oh, fijn dit. Game over. Ik ga er niet zeggen dat we weer helemaal overnieuw moeten doen. Want dan word ik wel boos trouwens. Waarschijnlijk word ik boos. Meestal met dit soort games. Maar het werkte dus dat ze in contact moesten komen op de een of andere manier. Ja. Maar we hebben wel de sleutel nog, dus dat is wel fijn. Oké, jij... Moeten we dit weer... Man, fuck off. Zo. Ja. De deur gaat open. Mooi. Gelijk doorlopen. Hebben we hier de sleutel. Arigato gozaimasu. Ja, dan moeten we met dat beest vechten. Komt u maar. Bom. En een paar tikkies. Nou, die kunnen we niet oppakken. Kom maar op met de spulletjes. Hey, 2 Asian Springs. Zo, dan moet die. Hier zo of zo. Of hoe deden we dat? Ik weet niet eens meer hoe we dit deden. Oh. Hoe de fuck deden we dit? Zo. Ik weet niet. Wat gekke werk. Oh, misschien dat hij in contact moest komen met... Oh, nee. Zo, dan kan hij de link leggen of zo. Zo. Ja, geleiding. We weten wat meer nu van natuurkunde. Wat geweldig. Het kan heel pijn zijn. Of het kan pijnlijk zijn. Maar het kan ook heel handig zijn. Ja. Wat wil je? Wil je... Pijn of handigheid? Handigheid. Fuck it. Fuck de mensheid. Laten we maar gewoon gaan werken met dingen die gevaarlijk zijn voor ons. Maar wel ons leven een stuk makkelijker maken. Nice. 6 orbs alweer, jongens. Skip. We got some. We can bloody give it you. We hebben nu dus 18 shrines al gekleerd, volgens mij. Dat is al best wel wat, jongens. If the monster is hiding behind a shield. Horseback battles. When fighting on horseback... Weapons with such as spears and big swords have an advantage over sword shorts and clubs. Oh, mooi. Mooi. Kijk, en we komen steeds dieper in de wereld. Dus dat is wel leuk om te zien. Hé, wat is hier? Oeh. Een paardenhoofd. Is hier een dorpie? Hé, dat is een dorpie! De Garud Canyon! Oh, nice. Een stable. Oh, you've come quite some distance. Ja. Yeah. Kast kennen we natuurlijk al. En die vertelt zijn verhaal nu eventjes. Anyway, I should return to my task. Do you care to hear it? Let's hear it. Hij gaat een verhaal vertellen. With further ado. Of een liedje zingen. What the fuck zeg ik nou een verhaal vertellen? Oh. What? Eigenlijk... Ah, fuck it. Ik skip dit. Volgens mij hebben we dit toch al gehoord. We kennen dit verhaal.
We know it. We already know it. Thank you for listening. Okay, we kregen hier dus niks uit. Hey, buddy! Get any rushrooms? What's the matter? See, I am tired. Tired of going normal speed, I mean. I first tried rushrooms when I was 5 years old. And come to think of it, I ate them every day ever since without a fail. Back in the day, I'd win every race I ran thanks to those things. Cut to 55 years later. Now I can barely drag these bones off to the ground without those rushrooms. But no matter how many I eat to fortify myself, I'm just too old to get up to the glyphs to pick some rushrooms. Okay, we moeten ze dus krijgen voor hem. I'll give you a diamond for 55 rushrooms. Wow, dat is best wel goed. And we got ourselves a trader, a beetle. Okay. I want you to have this, an ancient arrow. Wow. Dankjewel. The tech lab. Wacht hier. Mad scientist. Dankjewel. Back to business. What are you looking for? Look what I, oh, what have you got? Oké, we hebben sowieso pijlen nodig. Laten we die even gewoon doen. Ik neem ze allebei wel. Fuck it. Ze is toch goedkoop. Oké. En wat heeft hij nog meer? Verder helemaal niks. Oké, dat was het. Ik heb alleen pijlen nodig. Dit zit. Oké, dankjewel, Beedle. Hey, hier is nog een man, een pingango. En dit zijn dan de mensen met wie je kan praten om te slapen. Maar we hebben nu dus de route gevonden. En we zitten nou hier. En we volgen deze voor langs de Great Cliffs naar dit dingetje toe, denk ik. Laten we dat eens doen. We moeten dan deze kant op. Yeah, allemaal wondrous. What the fuck? Is dit gebied echt vreemd? Oh, volgens mij is de Red Knight. Dat betekent dat de monsters weer sterker worden. Meestal is dat zo. Hey. Tonight, chilly again. Moet je opletten. Nu gaat het gebeuren dus. The Red Moon. The Blood Moon rises once again. En alle monsters worden weer teruggezet op hun basis. Please be careful, Link. Wauw. 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 Ja, prima. Maar dit zijn dus nieuwe mensen die we leren kennen. En dat is in de Blood Knight. Ja, daarachter moeten we zijn. En daar is nog een dorpie. En wat is dit? Dit is gewoon... Holy shit. We zitten gewoon in de desert. The Groot Desert Gateway. Oké. Nice. Dan gaan we daar kijken. In... Daarachter. Bij de oase. Laten we richting de oase lopen. Misschien dat er straks wel heel veel monsters komen. Ja, I fucking knew it. Ik heb er geen zin om mee te vechten trouwens. Laten we deze gewoon... Ja, hallo. Hé, daar loopt iemand. Oh, we... Wacht even. Kunnen we niet beter even andere kleding aandoen? Wat minder zwaar is. Het is ook koud trouwens. We kunnen deze wel even aan. Zo. Omdat het ook nacht is. Zo. Dan zijn we ninja. We got a call, bro. Volgens mij... Oh, wat? Wacht, we kunnen... Kunnen we deze beter aandoen? Ja, laten we dat maar gewoon doen. Hebben we niet meer zo koud. Gaan we gewoon met deze mevrouw praten. Safafaba. If you're searching for Kalisa, legendary treasure hunter, then your search is over. You look at her. I've been in the game for 20 years. When I sight a treasure, you can be sure that I'll claim it. Oké. Okay. Nou, we kunnen hier gewoon over het pad lopen. Dat is toch veel makkelijker? En misschien... Hé, volgens mij is het daar een shrine, jongens. Achter de oase. Oh. Ja. Dit is een dorpje, volgens mij. Of is het... Hé, hey, er staat iemand. Wat de fuck gebeurt er? Wat de fuck gebeurt er? Oh, nee. Dit is volgens mij echt een kut cinematic. Er komt een zandstorm aan of zo. Of het is een... The Beast. Oh, shit. Oh nee, dit is niet Varuta, maar dit is de andere, dat andere beest. Oh shit. Fijn. Ik weet niet wat de fuck dit is. Is het een kameel of zo? Het lijkt op een kameel. Maar deze zullen we hier dus moeten verslaan, denk ik. De tweede Divine Beast. En hij loopt een beetje door de desert heen. Oh shit, man. Maar wel een mooi beestje, wel een mooi beestje. Ik dacht dat het Varuta was, maar het is dus niet Varuta. Oké.
Maar er staat iemand voor de ingang van dit dorpje. Laten we eens even gaan praten met haar. Volgens mij is het een guard of zo. Nothing unusual here. Savaba. This is Karakarabazar. Gerudo Town is still a fair distance southwest of here. If you headed there, you should consider resting a bit. Though you are fair a foe, even if you make it in town, you won't be able to get in. All the same, the Divine Beast is kicking up a storm right now, so I don't recommend going to Gerudo Town. Gerudo Town is southwest. It's the biggest town in... Okay, daar moeten we dus naartoe. Divine Beast, laat even doorvragen trouwens. You don't know about Vanaboris. Vanaboris. Guardian deity to the Gerudo people. But it suddenly started acting up a while back. There's nothing we can do to stop it either. It's protected by a fierce sandstorm and intense lightning. Though it hasn't yet, it could easily head toward Gerudo Town or this oasis. I do my best to keep an eye on it from here. Thank you. I don't need any thanks. This is my job after all. You know, the desert is hot during this day and cold at night. I'll take the energy out of you in no time. If you plan to head out into the desert, make sure you are prepared. Okay, dus we moeten ons wel goed voorbereiden. En we moeten even kijken. We zitten dus in een dorpje en we moeten naar het zuidwesten. Nou, dit is helemaal de andere kant op. Ik denk niet dat dit... Is dit Gerudo Town? Dit is wel een tempel. Maar misschien dat hij er wel zit. Gerudo Desert, Gerudo Town. Misschien dat we daar wel naartoe moeten. Maar we moeten door de desert daarvoor heen. En dat is wel een beetje gevaarlijk. En ja, laten we maar gewoon eens even kijken waar het schip strandt. Hé, hier is eten. Lizardtail. Jongen, dit is fucking oplichterij. Moet je eens kijken. Ik kan het zelf ook maken. Ga eens even kijken. We hebben een hond. Hé, wie is dit? Bas. Robston. Hij lijkt een beetje op een elf. Oh, hij is ook een elf. Oeh, watermeloen. Hydromeloen. Mighty bananas. Oeh. Die wil ik. Arigato gozaimasu. Ze hebben hier wel veel watermeloen trouwens. En jij ligt hier te slapen. Ik ga even met jou praten. Snoes. Oh, het wordt hier een beetje rood trouwens. Wie is dit? Wie is dit? Hey, snurk. Hey, dit is een vogel. Oef. Looks like I fell asleep. Good evening. Though it's... I guess it's Safaba in Gerudo Desert, isn't it? But before I say any more, have we met before? I came out from Rito Village. Rito Village. Far north of here. It's a modest village of the Banta frontier. I had a great plan, you know. I left Rito Village to try to earn some money out in the world. But it's so incredibly hot here during the day, I've been tough to work up a will to go any further. I would like to see that Gerudo Town looks like. Even if I can't go inside, it's just so hot. I heard that an elixir that can help beat the heat. It's made from insects with cooling effects and monster parts. But they don't seem to be selling elixir anywhere. I've heard insects with these cooling effects live in the cold parts of Gerudo Highlands. But, well, the monsters there are rough. To say the least. So I'm not having a lot of success myself motivated. Okay. An ice guy. Daar gaan we zo even naar kijken. Want dat kunnen we denk ik wel goed gebruiken. Hé, wat ligt hier? Een Gerudo Scimitar. Kunnen we die pakken? Ik denk dat we daarvoor eventjes naar onze wapens moeten kijken. We kunnen waarschijnlijk wel iets kwijt. Zoals deze. Die is toch slecht. Gerudo Scimitar. Die was al iets beter. Wat hebben we hier? We hebben hier de in. Ik denk dat we hier niet echt veel kunnen doen, tenzij we even wat willen slapen. We willen wel graag een soft bed, please. We hebben toch de rupees. Around in the morning. Ja, maar we zijn in de ochtend wakker. Dankjewel. Dan kunnen we even er tegenaan, denk ik. In the desert. Oké. Dankjewel, mevrouw. En we hebben een extraatje. Savato. Kijk, dat heb je dus als je een extra bed betaalt. Handig. Nou, we kunnen nou wel eventjes weer deze aandoen, denk ik. Equip. Zo, nou zijn we echte soldaten. Nou, ik wil eerst nog wel even hier naartoe. Dan gaan we even kijken wat daar is. We volgen gewoon de weg en anders komen we er wel. Hé, er is hier nog een traveler. Oké, daarachter is het. Het is wel even een stukje lopen dus. Hé, cactus! En daar moeten we ook nog naartoe. Maar dat is Southwest. Hé, daarachter zit nog een shrine. Laten we even kijken wat we daar kunnen vinden. En dan kijken we verder. Hé, er komt iemand aanrennen.
Toch niet naar mij, hè? Jawel. Nou, we gaan even met haar praten. Oh, it's Avo. You can't handle this. Deep breaths. Kara, remember your training. First. Wat? Savota. Oh, deze is gewoon socially awkward. Gerudo. Of is dat Gerudo? Het ziet eruit dat Gerudo. You're my dream girl. No, I know this one. What the fuck? Lol. Nou, we gaan nog even hier naartoe. Oeh, what the fuck zijn dat voor dingen? Ik wil even kijken trouwens. Het ziet er wel raar uit, dat plekje. Hé, hey, het is alsof hier wat gebouwd is. Een campie. Ik ga even kijken bij de campie. Zitten hier monsters? Hier moet wel iets zitten trouwens. I found you. LOL. Je bent gewoon fucking noob, man. Oh, wat de hel? Hij heeft zijn tong. Hey, ga eens met me vechten, man. Boom. And we got some stuff. En we hebben hier een hele... Oh, oh shit, waar komen jullie vandaan? Oké, jullie willen vechten? Oké, nou moeten we even een ander wapen voorzien te vinden. Die is te sterk, man. Holy shit. Deze knife. Hey. Oh, wat heb jij? Oh, dit is niet leuk. En hij zit vast. Mooi. En we pakken hem weer. Oh. Oh shit. Ga je hem gooien? Je ging hem gooien, man. Hoppakee. En een hand spear. Nice. Dan zijn er geen mensen meer. En dan is dit mijn plekje. Hey, wat heeft die? Heeft er veel gedropt. Zo, en wat ligt hier? Dit is een 10 keer arrow. Dat is super nice. Dank u wel. Zo. Gaan we deze even hier droppen. Zo. Bop! Is er wat uitgevallen? Nee? Oh. Helaas! Zo. Oh, wacht even. Dit is niet de bedoeling. Bam! Watermeloen! Oh nee, coconut. Palmfruit. Oh, er ligt er nog eentje. Bij de kist. Kijk, moet je opletten. Ah! Bam. Mijn dagger is te sterk. Oh, jij hebt ook nog een wapen. Ga eens even niet doen. Nou, die zo. Roepie. We hebben ons bedrijfje alweer bijna terug. Dat is wel fijn. En hier ligt nog een kist. Zo. Kom er maar eens even uit. Hey. Mooi, open. En wat zit erin? Er zit in een... Silver Rupee! Oh, we zijn rijk. Nice, we got our money back. We zijn bijna bij de stad. Dus gaan we nog even naartoe. Of in ieder geval, dit lijkt mij de stad. Oh, er ligt ook weer zo'n fucking kutbeest. Midden op het zand. Wow. Nou, misschien dat we daar straks al in deze stad gaan zien... The temperature is getting very high. Find a cool way down or you'll take damage. Oké. Oh, fijn. Volgens mij zijn we er bijna toch, dus dan krijgen we niet zoveel damage meer. Of is het hier echt gewoon zo fucking heet? Oké, we zijn bijna in de stad. Volgens mij is de... What the fuck is dat? Wat is dit? Oké, we krijgen best harde damage nu. En dit is de stad. Oh, je kan op die beesten rijden. Dat is wel cool. Nou, we gaan de stad in. In Gerudo Town zijn we. Yes. Oh, mogen we hier niet naar binnen? What the fuck? Freeze. Where do you think you're going? Not in a town, that's for sure. No foe allowed. I'll put you. Oh, zij moesten eens weten, jongen. Nou goed, dit was de aflevering voor vandaag. Hopelijk vond je het leuk. Doe even dat duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watchtracker voor meer van The Legend of Zelda Breath of the Wild. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering van The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja. Sorry voor mijn
versprekingen. Maar hopelijk vond je het leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!